In 2022 is zo'n 5 kilometer aan ruiterpaden in Westland verbeterd. Dat is ongeveer een derde van alle ruiterpaden in de gemeente. Dankzij deze verbeteringen is het voor ruiters aantrekkelijker om de paden te gebruiken en hoeven zij minder snel uit te wijken naar fietspaden. Recreatie hebben we hoog in het vaandel staan en gelukkig heeft niet iedereen dezelfde hobby, want dan zou het heel druk zijn op het fietspad. Maar dan moet je er ook wel voor zorgen dat het aantrekkelijk is voor iedere doelgroep om voorzieningen te treffen, zodat het interessant wordt voor die doelgroep, in dit geval de ruitersport, om gebruik te maken van dit prachtige gebied, want we hebben een heel mooi gebied. De verbeteringen voor de ruiterpaden levert meer veiligheid op voor ruiters en fietsers, want ruiters op het fietspad levert gevaarlijke situaties op. Zo vindt ook de provincie. Dus heeft Provinciale Staten gezegd, wij gaan geld reserveren voor het aanleggen en onderhouden van ruiterpaden. Doe ik voor de foto? Jawel. Hij is bij deze geopend. Okay. Gefeliciteerd allemaal. Gefeliciteerd. Ja, blijven.